Met diverse activiteiten op de laatste roefeldag is deze inmiddels afgesloten. Moema voldaan werden de ruim 50 roefelaars weer opgehaald. Traditiegetrouw werd ook deze roefelweek afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Dit keer schoven er maar liefst 170 mensen aan in de Hartenjager. Voor de vele vrijwilligers was het tijd om 's avonds nog even na te genieten en een beetje bij te komen. Hoe kan dit beter dan bij een knapperend kampvuur? Inmiddels is de tijdelijke roefelcamping alweer verdwenen, is de Hartenjager opgeruimd en weer ingericht en de sport alweer klaar voor gebruik door de sportverenigingen. De roefelaars en de vrijwilligers kijken terug op weer een bijzonder geslaagde roefelweek.